is vandaag zondag en dat betekent dat er live muziek te zien is in het Kielzog. Ik neem jullie daarom mee naar het Huis van Cultuur en Bestuur. Zo, daar zijn we dan. Vandaag is de Sunday Jam, dus dan gaan eerst de docenten van het Kielzog samen jammen. En later mag iedereen meedoen. Dus laten we snel binnen gaan kijken. Making love. Nou, bam! Ik gooi je er gewoon in. Hoppakee. Ja, zo'n zondagmiddag. Ja, dit is een jam sessie en ik stuurde dan naar iedereen van tevoren de partijen op. En dan ga je gewoon staan en dan ga je spelen en dan hoop je er het beste van. En dat kan soms spannend zijn, maar ook weer leuk, want het maakt wel dat je echt scherp bent. En het zijn professionals, hè, de muzikanten, dus dan die kunnen dat. Ja. Ook leuk voor leerlingen om de mensen van wie ze les hebben ook eens op te zien trainen. En dat is een beetje als intro. En daarna de leerlingen kunnen op het podium spelen. En de mannen spelen mee met ze als ze dat willen. Of ik zing mee als ze dat willen. En het is een hele mooie gelegenheid als je bijvoorbeeld drumt. Om eens een keer echt met een professionele band mee te spelen. Of als je zingt. Dat je denkt, wauw, dit is het gevoel om met zo'n groep op het podium te staan. Het is onze jongste telg, gisteren net 18 geworden. Dus ik hoop dat je geen kaarten hebt, jongen. Ah, oké. Okay. Ja, het is je vergeven. Ja, ik heb het dus eerlijk gedaan. Dus natuurlijk niet de eerste jam sessie die hier is georganiseerd. Ik heb tijdens de eerste eerdere keren ook wel meegedaan, ook op de drums. Ik ben er eigenlijk ingerold, ik hoorde een keer vroeger, nog het oude gebouw zelfs. En drums dacht ik, hey, dat lijkt me interessant om ook te doen, sindsdien speel ik. Het is zeker een ervaring die je zeker als muzikant moet hebben meegemaakt. Om gewoon met andere muziek te maken, om gewoon muziek te maken in het algemeen. Zelf ook een keertje meespelen of een keertje komen kijken. Kijk dan op de website van Kielzog wanneer de Sunday Jams zijn. Ze beginnen altijd om 3 uur en de toegang is gratis. Dus misschien tot dan.